Tora hier en sy wit leergetooi lyk behoorlik uitgevat. Met daglig vertrek die oudie weer, die keer in een motreentjie wat feitelijk die hele nacht lang uitgezak het. Die verandering in die weer help om die stok te bekamp, maar die wisselende humiditeit lol met die motorfiets-engines wat so nauwkeurig ingestel is. Die plaaslike helde, Boesman Karstens en Ernst Griesel laat baie met hulle safari. Ons het baie goeie wegspringtijd gehad gisterochtend, en die volgers is wie achter, en toe het eerste stuk baie stof eet, en toe het baie goed beginne gaan. Tot die nabere einde, toe het ons Jan bietjie vannacht geslaan, hoe is by ons een boot gebreek daarna, en toe die wijn op sy sy gesit, en het ons heel wat tijd gekost om die ding weer in gang te kry. Vervolgens dat ons is nou weer heel wat achter. Almal beskou dit as avontuur, een ontvluchting van die beskaving en die dagelikse routine. Vir die fietsryers en enkelsitplekbestuurders vooral, bied dit een geleentheid om hulle persoonlike moed en uithouvermoe tot die uiterste te beproef. Tussendeur die pogings om een familietwis bij te leggen, is dat daarom ook de kans om die bykans ongerepte schoonheid te genieten van die wildernisgebied waarin die Toyota 1000 plaatsvindt. Voor is die quattro so vinnig dat die helikopter soms maar met moeite kan bijhou. Dis daarom nie die geval hier in die droë rivierbedding nie, waar die gemiddelde snelhede merkbaar afneem. Navigator Spotty Woodhead klok in by 'n beheerpunt. Net na die voordeel van vierwiel aandrywingse trekkrag. Waarin gaan ons, Piet? Dis makkelijk, draai links by die volgende hoofkruising. Eindelijk is daar nou twee wedrenne, een vir die Quattro, een hele en voor, met een drietal Nissan Safaris aan die spits van die res. Karstens en Griesel is waarschijnlijk onbewust daarvan, dat as hulle hierdie plek kan handhaaf, hulle die voortouw met punte sal neem in die kampioenskap. Hy tochie, ons sal wat wou gee vir vierwiel aandrijding. Die engine bok aan die achterwiele is het ook een besliste voordeel om hier deur te kom. En die Audi is weer gereed om voort te snel.
Sinatra. Daar zijn. En diegene wat kritisch beweren dat de tijdreinmotor nooit zo doorkom nie, wat zei hulle nou? Met een achterstand van 49 minuten is die strijd om positie zo kwaai als ooit. Appie Reineke en Piet Swanepoel wen die ander wedren. Charlie Tissen is die eerste fietsrijder op die pad, maar hij schiet te kort aan opgelopen tijd en wordt binnenkort uitgeschakeld. Hier is ons werkelijke voorloper. Elfie Cox kan het daarom recht krijgen om te wuif. Mark Davies jaagt met mening ongeacht die pijn van een groot doring wat zijn schouwer ingedring het. Zijn massa is net 54 kilogram en hij kan niet met zijn voeten die grond raken niet. Maar kijk net hoe hanteer Gaston Rahier daar die groot BMW. Hij was vandaag die vinnigste van allemaal op die terugrit naar Vryburg. Hilton Beatty toont zijn dramatische stijl en wordt aangemoedigd door zijn broer Stuart en die eertijdse tweewieluitblinker Kenny Schulthammer. Mark Davies is los voor. Elfie Cox reed soos een vet gesmeerde blitz. Een pap achterwiel bemoeilijk die hantering, maar dit skrik om die af. Het blijft maar altijd gevaarlijk om in iemand anders zijn stof te jagen, zoals het nu zal blijken. Kevin Tibbet en Johan Strauss valden het zo klaar. Boys in one piece. Oh, we must go. Oh. Let me. Really hard. Ridden. Almost 1,000 kilometers to come this far. Yes. It'll be the day. You're gonna have to push it around. It's on the way. Yeah. Daar trek hij alweer in die eindpunt tussen ze. Die achterband is vervangen en Elfie Cox spookt vergeefs om die verloren tijd in te halen. Triomfantelijk behaal Mark Davies die grote overwinning wat hem al zo lang ontduik het. Die Belgische superster is tweede en hij is vastberaden om aanstaande jaar beter te varen. Dit is een heerlijke gevoel. Want is nou voor jou een ding als een man zeer en tamheid verhinder dat die prop uit die champagnebottel schiet.